Gaat er een derde wereldoorlog komen? Ga ik verder met deze gameplay? En ga ik nu maar aan... Verdomme, ik heb het verkracht. Fuck! Yo mensen, welkom terug bij deze nieuwe video van The Last of Us. Het is vandaag maandag 6 januari 2019, 19:30 s'avonds ongeveer. En we gaan vandaag gelijk verder met The Last of Us in the graveyard. Mensen... Het intro-paraatje. Ik weet dat jullie het allemaal hebben gehoord. Derde wereldoorlog. Zijn we fucked? Moet ik vluchten? Fuck my life. Iran. Amerika. Ik weet er eigenlijk niet veel van. Ik weet dat... volgens mij hoorde ik dat Amerika met een dingetje... Heeft een generaal... Of niet een generaal. Gewoon iemand vermoord. Een belangrijk persoon in Iran. Iran dacht zo van... What the fuck doe je? En dan deed Amerika het nog een keer volgens mij. En nu denkt Iran van... What the fuck is dit? Help me alsjeblieft. Mensen, het enige wat ik zie zijn fucking memes over de derde wereldoorlog. Als er een derde wereldoorlog komt... Is dat gewoon verschrikkelijk. Maar... Ja mensen, jullie hebben het allemaal gezien en ja, ik woon niet in Amerika of Iran, maar waarschijnlijk gaat het voor de hele wereld dan fuck zijn als ze met atoombommen gaan flikkeren. Dus ik ben nog steeds een beetje bang en moet gewoon ook niet gebeuren, maar ik weet het niet, what the fuck, waarom killde ze ineens die ik ga er ook niet over lullen mensen, want ik heb er vrij weinig verstand van en dat gaat nooit goed komen. Ik hoop gewoon geen wereldoorlog alsjeblieft en... Het enige wat ik erover zie zijn memes. Die ik nu wel grappig ben. Van als het echt onweer en wereldoorlog is, ben ik de eerste waarschijnlijk die doodgaat. Dus dan is het minder leuk. Dan is het niet leuk. Dit ladingsscherm duurt weer fucking lang. En eigenlijk deze video wou ik over iets anders praten voordat dat hele ding kwam. En daar wou ik ook een woordgrap maken over deze in deze video. Terugkoppeling. Terugkoppeling aan... Koppel je terug op iets wat je eerder hebt besproken, dan spreek je het weer. Dan koppel je erop terug. Terugkoppeling. Kan ook bij een auto worden gebruikt, maar als het om tekst gaat, dan is het een terugkoppeling. Dus ja, Oké, ga maar. In ieder geval terugkoppeling. En ik wil gaan praten weer over Koppa. Nu het in effect is gegaan ofzo. En mensen hebben er bijna geen last van Koppa, ja. Nog steeds... Hebben weinig mensen last van een Koppa. Dus ik denk dat het gewoon rustig is, ja. Maar ik ben alsnog bang. Stay down. Ik krijg niet careful. Kom op, boys. Yufanada. Nee, ik moet dit eigenlijk met mijn boog doen. Dat is handiger. Oké, kom maar, boys. Oké, spannen. Maar in ieder geval, ik wou dus weer praten over Koppa. Rustig. En... Fucking kutklikkers. Maar in ieder geval, ja mensen, bij Dragon Ball Super ben ik nog steeds bij die kutfiller episode. Episode 70 en... bij Elton Melvin ben ik al volgens mij bij deel 17 of zo van de Rollercoaster Tycoon 3. Ik ga er als een gek doorheen. En ja mensen, ik heb ook energy op mijn kamer staan en lekkere wokkels. Wat hebben jullie aan deze informatie? Geen ene shit, maar ik vond het wel leuk om te vertellen. En ja, het is gewoon chill denk ik. Of niet? Ik weet het eigenlijk niet. We kunnen die pijl toch pakken? Als we hem geschoten hebben, dan dacht ik dat we het konden pakken, ja. Het zal wel. Is hier nog iemand als het goed is? Ja, daar staat hij. De gekke klikker. Doei. En je bent dood. Eva, dat was hem. Volgens mij was het hem. Ik pak nog even mijn shotgun voor de zekerheid erbij. Voor het geval dat het er niet was. Maar volgens mij hebben we alles gecleared. Of niet? Of niet. Of niet. Volgens mij hebben we het nu gedaan. Oké. Ja, bedankt Willy. Alsof ik dat wil, gekke Bill. Maar in ieder geval, daar ben ik dus met altijd Melvin en... ja, ik heb dus chips en energy fucking ongezond weer. Nee, heb ik gewoon gehaald vandaag. En vind ik gewoon chill, ja. Altijd Melvin ben ik dus wel heel erg ver mee. En ja, in ieder geval dus Koppa dus. Ik heb nog niks gezien over Koppa. En het lijkt ook geen effect te hebben. Nog niet, dus...
over het ondertitel. Ik wou eigenlijk alleen de woordgrap maken, maar Coppa lijkt veilig te zijn. Ja, ik zei dat het het einde van YouTube zou worden en zo. En uiteindelijk blijkt het wel mee te vallen voor nu, maar je weet het maar nooit. Maar verder is dus ja, ik ben vooral nu gewoon van what the fuck is er nu gaande met Iran en Amerika. Dat gaat gewoon, ja, het gaat niet goed aflopen, denk ik. En ik weet niet of het echt tot een wereldoorlog komt. Ik bedoel, we hebben zoveel geleerd van de Tweede en Eerste Wereldoorlog. En vooral de tweede die heel veel mensen herinneren. Of nou, niet herinneren, maar gewoon herdenken en zo. Hoe fucked up het was voor iedereen. Ik weet niet, ik denk dat niemand dat wil. Want dat is gewoon slecht voor iedereen. Als je begint, dan ga je zoveel mensen gewoon, ja, hun leven verliezen. En dat is gewoon verschrikkelijk. Maar ja, genoeg erover geluld. Ik weet niet wat er gaat gebeuren en ja, niemand weet dat nu eigenlijk. Yeah. Oké, waar moet ik heen? Hallo, wat is er? Oh, je bent daar. Wat is er? Wat, moeten we hierheen? Oké. Gast, doe jij even de dingen open. Tools level 1. Oké, wel kun je dat zelf niet? Kom op, man. Maar Coppola zijn we ook dus redelijk veilig nog mee, volgens mij. En ja, verder was vandaag weer de eerste schooldag na de vakantie. Ging gewoon normaal. Verder mensen, ben ik fucking ver. Ben ik vandaag gevallen en nu doet mijn rechterpols fucking pijn. Ik heb mijn rechterpols al een paar jaar geleden deels gebroken. Volgens mij, toen moest ik zo'n ding eromheen. En nu ben ik dus vandaag gevallen voor het avondeten. En nu doet het fucked up pijn. Dus als het morgen niet over is na slapen dan. En de pijn is nog steeds zo erg. Dan ga ik waarschijnlijk naar het ziekenhuis en misschien is hij dan weer deels gebroken. Want gebroken zal het niet zijn. Misschien gekneuzeld of zo, ik weet niet hoe je dat allemaal noemt. Maar het doet gewoon fucking veel pijn en misschien ga ik dan gewoon naar het ziekenhuis, ja. Wauw, nou bedankt. Oké, okay, nou ze komen eraan, boys. Ook een klikker. Oh god. Het gaat wel goed met jou, toch? Oprotte jij, bitch. Holy shit, hoor. Bedankt jij, bitches. Hoe de fuck ben je nog niet dood? Get the fuck out of here, bitch. Oprotte. Holy shit, hoor. Hoppa. Die wil nog niet mee met me fucken. Niet letterlijk, maar... Oh, fuck, jij dus. Waarom slime ook gewoon? Kun je me niet beter bijten? Bro, Ellie, ga er ook niet voor staan, man. Oh, fuck. Fuck, help me. Please. Oprotten. En doei. Flikker toch op, man, bitches. Even craften die handel. En gebruiken. Nou, daar gaan we. Dat was fucked up. Waarom moesten ze me nou ook gelijk zien en over deze bus klimmen? Like, what the fuck zijn dat voor parcoursmasters? Nou, waar moet ik nu heen? Holy titus, hoor. Rennen, rennen, rennen. Fuck. Fuck. Waar moet ik heen? 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 Ze komen eraan, ze komen eraan. What the... Fuck off, jij bitch. Fuck off, jij bitches. Fuck off, flikkeren en top, man. Verdomme, 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 dat titelsooi. Oprotten jij, oprotten, oprotten. Oprotten. Oh fuck, jij gaat dood. Oprotten jij, bitch. Fuck that guy. Ja, bedankt, nou liever niet maar. Hebben ze allemaal al gered. Oh, jij zit hier nog te kutten. Nou, laat maar. Oh. Doei doei. En fuck off! Get back, jij bitch! Well, that was easier than bedankt. Ja. They must be holed up somewhere else. Nee, we zijn gewoon goed, gast. Oh ja, mensen, ik heb iets geweldigs om te vertellen. Mijn PWS-cijfer. Het is een 8,45. En dat betekent dat 8,45 is geen 8,5. Dus het wordt heel afgerond naar een 8. Maar mijn leraar, begeleider, zei van... Ik ga het jullie misschien gunnen en ik probeer het eigenlijk een 8,5 te krijgen. Want dan wordt het afgerond naar een 9, mensen. Holy dikke tieten. Ik had nooit verwacht dat ik zo hoog cijfer kreeg. Voor PWS. Maar heb ik het dus wel.
Oké, ga laddertje op. Maar in ieder geval mensen, ik kan het echt niet geloven dat ik zo'n hoog cijfer heb. Echt holy dikke tieten, man. Ik dacht echt dat wordt gewoon een 6, maar fucking een 8,45 en misschien een 9 dan compleet afgerold. Oké, ga erin. Help me dan. Ja, dat vind je... Oh, ze komen eraan. Ellie, waarom sta je daar nog? We gaan weg, we rennen weg. Holy dikke tieten, man. Bro, mag ik hier langs? Oh my god. Opflikkeren, je kutklikker. Holy dikke tieten, mensen. Shotgunnen. Optieven jij. Klootzak. Boys. We zijn fucked. Hey, kun je even helpen? Oh god. It's empty. Bill, where to? Bill, where? Anywhere. I don't know. Bedankt Bill. We hebben geen batterij. We zijn fucked. En ik ben bang. Hoe de fuck? We moeten vluchten. Bro, waarom zitten jullie te chillen, man? Fucking rennen als een tetensooi. Oké, dit is niet sneaken. Op, rotte jij. Rot op. Die klikkertjes moeten eerst. Oprotte jij. Kutklikker. Holy dikke tieten. Throw beer, brick or bottle at a clicker to stun them. Bedankt. Ik wist niet dat we ook konden sneaken. Oké, laat me eerst even dit maken. Ik kan hem niet maken. Oh jeetje toch. We gaan een bom maken. I'm done with this. Nog niet gooien, niet gooien. Iedereen wil vechten, boys! Ga erheen! Fuck fucking tietensooi! Ze leven nog! Holy dikke tietensooi! Doe een klikken! Oprotte jij, bitches! Oprotte je! Oh fuck! Ren weg. Ik voel me niet veilig. Ik voel me alles behalve veilig hier, oh. Waar moet ik... Verdomme, man. Hoezo? Ik ga daarheen. What do you mean? What the fuck? Bro. Hoezo? Waar moet ik heen? Oké, waarschijnlijk daar rechts dan. Of zo. I don't know. Waar moet ik heen, boys? Oh, hier. Scheikundelokaal. Lekker scheikunnen. Holy dikke tietensooi, man. Oprotten, je kutklikker. Fuck off en down. Hij is down. We zijn fucked, mensen. We zijn fucked. Holy. Schieten. Holy dikke. Fuck off. Oprotten. Help. Oh, jij hebt geen zin in. Hoppa. Oké, hij is down. Calm down. Ellie, ik weet niet wat de fuck jij aan het helpen bent. Niks dus. Ga hier doorheen. Alsjeblieft, man. In ieder geval, we hebben veel besproken. Ja, PWS-cijfer, eerste schooldag, derde wereldoorlog en Coppa, de terugkoppeling. Ik vind het wel een grappig woord, grap ja. Oké, kom op. Oh nee, ik ken dit stuk. Ik ken dit stuk, mensen. Boss, a barrel, a klikkertje. What the fuck is that? Holy! What the fuck? I got this! Dat heb ik nooit op toegestemd. Oh, brotte jij. Holy. En we zijn dood. Some VVF overgrown fungal plates that act as protective armor. Bedankt. What the fuck is die... Hoe ben jij ontstaan uit de mens? Rennen tietensooi, man. We moeten hem gewoon shotgunnen. Oprotten jij. Bitches. Oh.
Oké dan. Dat was niet zo leuk, Joel. Heb je een plan? Niet hier zijn, dat is mijn plan. Kunnen we hier niet op? Kunnen we alsjeblieft... Waarom kunnen we hier niet op? Er komen ook normale zombies. I fucking for real. Ga mijn cover nemen of zo. Oprotten. Oprotten. Bitch. Oprotten, what the fuck doe jij hier? Fuck off. Doe damage jij. Bitches, we zijn bijna dood. We zijn bijna dood. We zijn bijna dood. Waar kom jij überhaupt vandaan, man? Oké, alsjeblieft, gooi het niet. Gooi het niet hier. Hij gaat het hier gooien. Fuck, ren weg! Oh, fuck. Oprotten. Fuck, 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 fuck. Oprotten. Oh, fucking tietenzooi. Nee, nee, nee. Kom dan! Bitch, rot toch net op, man. Op. Flikkeren. Bedankt. Grab and down. Ren weg, ren weg. Oké, we hebben shotgun. Oprotten. Go down, bitch. Dikzak. Dat doet pijn. Mensen, ik hoop trouwens niet dat ik aan het begin van deze aflevering 2019 zei. Want dat had ik de vorige video. 6 januari maandag 2020 is het. Maar in ieder geval, ja, ik ben wel... We hebben wel veel besproken, maar er is ook veel te bespreken, ja. Vooral naar PWS-server ben ik blij om. En ja, natuurlijk de rest is gewoon... Fuck! Fuck off! Oprotten jij, bitch. Hoeveel fucking armor heb je nog, man? Bitch. Flikker toch op, man. Holy tietensooi. Oh, ik ben dood. Ik ben dood. Dat is niet leuk. Dat vind ik minder, verdomme. Oh, verdomme. Had ik nou maar die spikebom, hè? Dat is jammer dat ik die verkracht heb. Oké. Ja. Wat gaan we nu doen? Deze guy moeten we gewoon headshot geven. Fuck, hij is er bijna, hij is er bijna, hij is er bijna. Oké, nice. Oprotten, 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 oprotten. Fuck, 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 fuck. Ik wil even snel ammo pakken. Hij komt eraan. Holy dikke tietenzooi. We moeten deze guy unblowen. Oprotten jij, bitch. Fuck! Mensen, deze bloeder is fucking AIDS, man. Ik wil schieten al en dan gaat hij gewoon... Is hij stuck in de reload? Vluchten! Oké, en ook dat die kutzombies kopen helpt ook niks. Waarom klimmen we daar niet gewoon op? Want ik weet dat dat uiteindelijk gebeurt. Dus waarom de fuck doen we het niet nu? Ik heb veel vragen. Oké, ik ga even een headshotje schieten. En ik schiet mis. Fuck! Fuck, 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 die... Bedankt voor je help, gast. Waarom gooi je hem hier neer? Oh, we zijn dood. Dat is zo fucking nasty. Mensen, ik denk dat we de volgende aflevering verder gewoon moeten gaan met deze guy. Oh! Tietenzooi. Oké, snel healen, snel healen. We gaan nog één keer proberen, mensen. En dan ga ik de video afsluiten. Heel veel dingen besproken. Heel veel belangrijke dingen ook. En even headshot geven. En is niet gelukt, maar... Fucking dikke... Tietenzooi, bedankt. Fucking oprotte jij. Fuck off. Oké. Fuck off, jij bitch. Tietenzooi, man. Rennen! Hij komt eraan. Hoe de fucking health heeft... Fuck! Ah, dat is zo pijn. Dat is zo pijnlijk. Dat is nasty. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Deze titel bevat dus een woordgrap over terugkoppeling. Omdat ik terugkoppel op een onderwerp, namelijk Koppa. Heel even over gepraat. Domme intro gedaan over de derde wereldoorlog. Wat eigenlijk helemaal geen geintjes zijn. Wat gewoon levensgevaarlijk is.
En ja, dus bijna 9 voor PWS dus afgerond. En mijn rechterpols doet fucking veel pijn. Misschien heb ik hem deels gebroken of wat de fuck het laatste keer was. Heel erg gekneusd, denk ik niet gebroken. Zo niet, anders doet het wel iets meer pijn. Maar het doet echt fucked up veel pijn. Dus ja, misschien ga ik morgen naar het ziekenhuis of overmorgen. Als het morgen de pijn nog niet over is. Want het is wel... Het is niet heel erg pijn. Het is... ja, het is... Het valt moeilijk te beschrijven. Ja, maar ik... Het is gewoon fucked up. Ja, dat is het. Maar in ieder geval mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. Als je het een leuke video vond, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Abonneer de kanaal te beneden. Comment de kanaal te beneden. Ik heb gezegd waar ik met Dragon Ball Super ben. En nog steeds bij de kutvele episode. Ik heb gezegd waar ik ben Altijd Melvin ben. Rollercoaster Tycoon 3. RV. Ik heb energy. Ik heb chips. Allemaal nutteloze informatie. Maar alsnog heb ik deze video veel geluld. Ja, want er viel ook veel te lullen. In ieder geval mensen, bedankt voor het kijken van deze video. Later.